Dit is een uitzending van Woordenkunst TV. We zijn hier bij Gerrit Pelen in het Stenen Huis in Woerden. Gerrit Pelen valt op door zijn gedrevenheid om mensen les te geven en door zijn visie op steen. Hoe ben je terechtgekomen op deze plek bij het Stenen Huis? Nadat ik een jaar of 15 geleden in Utrecht in de botanische tuin had geëxposeerd voor het eerst. Toen dacht ik, toen het bijna klaar was, waar moet ik met al mijn beelden straks weer heen? En toen gaf de eigenaar van deze steenhouwerij, die riep van, ik heb nog wel een klein stukje ruimte over, is dat wat voor jou? Dus zo ben ik bij hem binnengestapt. Na een aantal jaren later verloor ik mijn hoofdbaan als docent natuursteenbewerken. En toen was het één op één helemaal door hier naartoe. Heb jij veel van dit soort werk te doen? Het is een klein onderdeel van de bezigheden die ik heb. Laten we zeggen dat het misschien 15% van mijn bezigheden is restauratie. Nou, vertel eens iets over deze toegangspaal. Nou, deze toegangspaal was door een vrachtwagen omvergereden. En dat lag in verschillende stukken uiteen. Nu heb ik hem weer helemaal in elkaar gezet en alle oude scheuren die in het materiaal waren ontstaan, door zijn ouderdom, die heb ik weer gevuld met een mortel. Helaas was de paal zo ver versleten dat we hem uiteindelijk aan het eind helemaal strak in de verf gaan zetten. Als hij niet zo versleten was, dan hadden we hem natuurlijk in zijn volle glorie weer terug laten komen. Maar nou, kijk, hier zie je bijvoorbeeld nog een scheur lopen. Die moet ik goed dichtzetten. Dat het straks weer een mooi egale, net zoals hier zo, staat ook helemaal vol met gaten en scheuren. Nu zie je dat het weer een mooie egale lijnen worden. Dus dan wordt het weer een prachtige mooie entree. Alleen ze kunnen niet meer in dit oude stuk het hek eraan hangen. Er komt nu een constructietje naast te staan. Het is natuurlijk een paal uit 1700. Dus die heeft zijn stukje geschiedenis al achter de rug. En dan gaat nog een mooie geschiedenis tegemoet. Ja. Nou, ik heb een opdracht gekregen om de blokken voor het fort van het Botanische Tuin Utrecht, om die opnieuw te behakken. Een collega steenhouwerij die zaagt voor mij die blokjes. En mijn taak is om de vrijnslag en een kader hierin te hakken en te prikken. Hoe noem je dat? Een vrijnslag? Vrijnslag, ja. Wat is dat? Dat is een sierafwerking. Het is echt puur voor de sier. En van oudsher was het eigenlijk het verdoezelen van de slechte steen. Zo staat het in mijn lesboek uit begin 1900. Het is in de tussentijd uitgegroeid tot een ware kunstvorm. Want wie wilde nou niet bijvoorbeeld een mooi aardig blad met zo'n mooie sierrand eraan? Ja, dat is ook wel weer inderdaad. Ja. Maar dit komt in een gebouw? Ja, dit is een heel oud waterliniefort. Daar hebben ze grote ijzeren luiken. En die hangen op scharnieren. En die scharnierpunten, die zitten... Hier komt het scharnierpunt uit. Hier zit een ijzeren balk in. En dan steekt hier het scharnierpunt omhoog, waar ze het luik aan op kunnen hangen. En dan zit er hierboven zit nog zo'n blokje. Dus dan heb je mooie ijzeren luiken. Want verder is er gewoon een bakstenen gebouw. De rest is baksteen. Nou, je ziet wel dat, voel maar hier zo langs, dat de rand is ontzettend scherp. Ja. Als ik hem nu ga hakken, ja, dan breken er allemaal randjes vanaf. Dus moet ik als eerste... Eerst even de vijl er langs. Dus dat ik een botkantje erop maak. Ik heb nu een beitel. Ja. Dit is een beitel. En dan heb ik hier een hamer. Een hamer. Wow. Steenhouwers die werken met ronde hamers. Waarom doen ze dat? Omdat je moet zo vaak op deze beitel, die als een paddenstoel eruit ziet, moet slaan. Dan krijg je het effect, als je een vierkant ding zou nemen, dat er een gat ontstaat in dat vierkant. En nu slijt je rondom de hamer af. Dus je doet veel langer met je gereedschap. In plaats van de vierkanten. Ja, ja, kijk ik iets van. Nou, je begint lekker rustig. Dan
Er moeten er 148 komen. 148 blokjes? Ja. Dus en zijn die allemaal hetzelfde? Allemaal hetzelfde. Dus het heeft toch wel iets saais over zich. Ja. Maar ik vind het niet erg, want tijdens dit soort werkzaamheden, dan gaan mijn gedachten naar allemaal dingen die ik zou kunnen gaan maken in voor me als beeldhouwer. Dus daar doe ik heel veel inspiratie op door rustig, eentonig werk te doen. Ik ben heel benieuwd naar jouw gedachten. De kijkers van deze film kunnen dat niet ruiken, maar ik ruik echt een geur die daar afkomt. Ja, dat klopt ook, want het is opgebouwd uit fossiele resten. En wat er een aantal keren gebeurd is tijdens de opbouw van dit materiaal, is dat er een heel plateau met leven in ene keer afgestorven is, omdat er een heuvel ingestort is die er overheen is gevallen. En hij heeft nooit zijn gassen en vetten af kunnen voeren. En dus vandaar dat het nog ingesloten zit in het materiaal. Dus dat is wat je ruikt. Een van de belangrijkste dingen is dat ik mensen de kennis geef om beelden te kunnen hakken. En op zo'n manier dat het op zijn of haar niveau is. Dus dat ieder niveau tot een resultaat kan komen. En dat vind ik een van de belangrijkste dingen, dat ik mensen gelukkig de deur uit zie stappen met een zelfgemaakt beeld. Ja, ik heb 24 jaar lesgegeven aan alle steenhouwers in Nederland. Dat begon ooit bij de Centra Vakopleiding voor Volwassenen. Totdat financieel blijkbaar niet meer rendabel was en hebben ze alles opgedoekt. En sindsdien geef ik puur privé nog cursussen. Ik denk dat ik ongeveer een kleine 40 leerlingen op het ogenblik heb. En ik kan er altijd nog wel bij hebben. En zijn dat leerlingen die dat hobbymatig doen of zijn dat ook mensen die hun werk ervan willen maken? Nou, ik denk dat het van de 40 zijn er drie of vier die bedrijfsmatig cursus bij me komen doen. En de rest is gewoon hobbymatig. Ja. Dat ze voor het eerst leren hoe dat ze met het gereedschap om moeten gaan. En hoe lang moet je nou les hebben bij jou voordat je iets kan maken? Nou, ik begin altijd met een, zoals ik dat noem, een oefenlapje. Daar doen we een x-aantal opdrachtjes, laat ik ze uitvoeren. Dat stukje steen krijgen ze ook bij de cursus. Als ze daar doorheen gekomen zijn, kunnen ze besluiten dat ze van dat stuk steen waar ze mee begonnen zijn, dat ze daar nog een beeld van maken. Of ze beginnen met een nieuw stuk steen waar ze een beeld van gaan maken, maar dan met die handelingen die ze in dat oefenlapje hebben gekregen, merken ze opeens dat ze twee, soms drie keer zo snel tot een beeld komen. Alleen door die basistechnieken tot zich te nemen. Ja, omdat ze eerst aan het veilen waren. Wat was het? Nou, de meeste cursussen die werken met speksteen en albast. Dus dat is allemaal veilwerk. Dus ze zitten de hele dagen zitten ze te veilen. Totdat ze een beeld hebben. Er wordt weinig of niks gehakt. En ik ben eigenlijk de opleiding en cursus na de speksteen. Dus dat ze zeggen van ik wil nu eigenlijk een mooie marmeren beeld maken. Wat vind je zo leuk aan het lesgeven? Nou, het leukste aan het lesgeven vind ik eigenlijk wel dat je ontdekt wat de mogelijkheden van mensen zijn. Tot hoe ver dat ze kunnen komen. En dat ze soms met hele beperkte mogelijkheden prachtige beelden kunnen maken. Bijvoorbeeld iemand die bijna geen spierkracht meer heeft. En heel zwoegend eigenlijk tot een prachtig beeld komt. Nou, dan, als het dan klaar is, dan denk ik van wauw, dan heeft ze dat allemaal mooi gedaan. Dus dat geeft mij, dat zijn de dingen die mij trots gevoel geven. Dat ik mensen zo ver kan krijgen dat ze zoiets moois kunnen maken. Mijn eigen beeldhouwwerk. En dat is eigenlijk meer de bezigheid om mijzelf tot rust te krijgen. Want ik stort mij eigen in een stuk steen. En zolang ik daarmee bezig ben, dan voel ik al energie van mij erin vloeien. En als het klaar is, dan is mijn missie voor dat stuk steen is weer klaar. En ik ga naar de volgende. Dus zo sta ik eigenlijk ten opzichte van hoe dat ik met beeldhouwen bezig ben. Hier staan we bij jouw inspiratiemateriaal. Allemaal blokken steen? Allemaal natuursteen. Die heb ik in mijn hele carrière heb ik
altijd overal waar ik bij die steenhouwerij kom. En ik zag materiaal, ik dacht van, oh, daar kan ik iets moois van maken. Die heb ik niet in beslag genomen, die heb ik van ze overgenomen. Maar nu blijkt dat ik veel meer materiaal heb bij elkaar verzameld als ik in mijn leven op zou kunnen maken eigenlijk. Ik verzin iets wat ik wil maken en dan zoek ik het juiste stuk steen erbij. Ik werk nooit andersom. Steen, je moet mij niks te zeggen hebben. Steen, hij moet eigenlijk naar mijn wil gaan fungeren. Ik werk regelmatig in series, ja. Dat vind ik, je moet ook een stuk ontwikkeling kunnen zien van het eerste wat je in zo'n serie gemaakt hebt en de laatste die je uit zo'n serie gemaakt hebt. Dat je duidelijk ziet dat er een progressie in zat, hoe dat ik met dat materiaal omgegaan ben en wat ik ervan gemaakt heb. De laatste vind ik persoonlijk altijd ook de mooiste. Ik begon eigenlijk met heel veel organische vormen. En nu heb ik me helemaal gestort op de wiskundige vormen, meetkunde. Dat inspireert me mateloos. Gewoon het hele universum. Het is één grote meetkunde gebeuren. Maar wat is je ene laatste dan geweest, waar je trots op was? Nou, dat was die witte die met al de kruisingen. Dus net zoals het leven, je loopt een pad af en op een gegeven moment kom je niet verder. Dus je gaat de hoek maar om. En uiteindelijk zou je toch, als je verder wil, eventjes over die brug heen moeten. En dat vertegenwoordigt dat beeld. Al die kruisingen in het leven. Over welk beeld van jezelf ben je nou het meeste tevreden? Als ik dat mag zeggen, dan vind ik de golf, die zegt me ook wel wat. Zoals ik hem genoemd heb, einde van de golf. En alles komt een keer een eind, maar daar heb ik hem wel goed mee geraakt. Hoe dat die bruisend tot een eind komt. En zo zie ik het met mijn eigen carrière op. Ik ben nu in het bruisende gedeelte gekomen. Het is net zoals als je denkt van dat je leven eigenlijk kabbelt dat gewoon lekker rustig voort. En zo ziet het er ook uit. Hè. En dan aan het eind, dan wordt het opeens woest. En zo voel ik mij ook, weet je wel. Ik ben nu een beetje... Mijn woeste jaren komen nu. Je bent helemaal losgeslagen. Gerrit, heel erg bedankt voor dit leuke gesprek. Ik heb heel veel opgestoken over stenen en gereedschappen en over wat jou beweegt. Nou, hartelijk dank dat jullie het wilden filmen. Gedaan.